Als je kijkt naar de koffer, wat gaan we dan doen? Oh my god, Loetje Biefster? Ja. We zijn even bij Ramon op kantoor. Oké, unboxing. Goedemorgen. Als je kijkt naar de koffer, wat gaan we dan doen? Frans, oh, school. Ik schrik de hele tijd mijn dood, man. Van de wekker. Hi. Oh. Good morning. Oh, oké, okay. We come down. Yes, thank you. Die ringtoon is niet oké. Okay. Helemaal niet voor iemand met belangst. Nou. Ja, jongens. Laatst, ik sliep gewoon, gaat die bel. Zegt ze, Francisca, neem op. Ik heb belangst. Oh, vreselijk. Helemaal met onbekende mensen. Kom op weer een dingetje. Nee. Belangst. Dat doet Ramon wel eens en dan gaat het tot janken toe. Nou, wij gaan heel snel richting de trans. We gaan naar de luchthaven en gaan vliegen. Maar het is echt midden in de nacht, 5 uur 's nachts. Nou, we zijn aangekomen op de airport. We hebben even ingecheckt. We hebben even wat ontbijt bij de Sky Lounge gehaald. Ik heb een scrambled egg met brood, watermeloen, banaantje, een eitje. Ik ga lekker genieten. Helemaal zin in. Right. Het is nooit te vroeg voor champagne. Girl, 20 voor 7. Nooit te vroeg. Hij lacht eruit zeker? Nee. Oh? Zijn laatste goed. Eerst was het 4,5 uur. Ja, plus gaan we weer, liefje. 40, plus 3. 8 uur. Nee. Niet huilen. Een lange trip achter de rug. Ik heb even lekker gedoucht. We zijn weer thuis aangekomen. En Francis blijft hier nog gezellig eventjes slapen. Want we kunnen niet zonder elkaar. Ik heb even lekker gedoucht en dan zijn we pakketjes binnengekomen. En die wil ik even samen met jullie openmaken. Omdat wat er binnen is gekomen wil ik nu gewoon aandoen. Het ziet er weer echt prachtig uit vandaag. Pakket van Abel. Kom, ik maak mijn pakketje open nu! Het is inderdaad niet alles volgens mij. Nee? Nee. We hadden via Abel dus van die pakken besteld. Speciaal voor Dubai voor de vliegtuig. Wel Abel geen pakken? Volgens mij niet, maar ik ga het zien. Maar volgens mij komt er nog een pakket. Oké, dit is de broek. Vet mooi van Abel. Maar blijkbaar komt het dus in 2 verschillende pakketten. Dus waarschijnlijk heb ik nu al de broeken. Ja, denk ik wel. Kut, sorry. Nee. Ja, denk het wel. En de beige. Zou nog even kijken welke kleur het beste was. Ik vond het altijd hetzelfde. Ja, en dit is zwart. Wat kut. Voel ik ze wel een beetje goed? Oh ja. Dat wel. Ja. Maar ik ga nu niet kiezen welke kleur. Want ik wil het in één. Ja, tegelijk bekijken. Ja, het was wel echt kut. En zwart. Ja, ik al, joh. Dus, Wel hele fijne stof. Deze stof is een beetje hetzelfde die ik ook had voor mijn pakken. Ja, klopt. Ja. Lekker stevig. Oh ja. We moeten gaan wachten tot we de rest krijgen. Ik ga douchen. Later. Enjoy. Ik ben helemaal lelijk, vies, moe. Lijkt alweer. Zeg eens een keer iets aardigs tegen mij. Always ugly. Zie hoe ik erbij loop, bro. Ik wou net zeggen. En voor de mensen die zeggen dat ik niet mezelf ben in de vlogs. I'm here. Liefste, wat ga je doen? Ik ga koken voor Wesla. Laat eens even zien wat voor boodschappen we hebben gehaald. Even een shoplog. Boodschappen shoplog. Moet ik hier neerleggen? Ja. Ja. We hebben voor Ramon appels. Niet zo gooien, jongen. Sorry. Chirans. Chirans. Dan voor vanavond fruitsalade. Lekker. We hebben de Blue Band. Want we gaan Loetje biefstuk maken. Biefstuk. Ossehaas. Biefstuk. Spinazie à la crème. Bonen. Van dit voor de eerste keer proberen. Ik ben echt benieuwd naar dat. Puree. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik ook echt heel benieuwd. Dat vond ik echt heel, heel nep. Ik ben ook echt heel benieuwd, maar ik ben benieuwd. Lava cakejes. Lekker. Dan. Ik dacht dat de carpaccio op was, maar gelukkig niet. Ja, zo blij. Ik ben zo blij. Als, ja, die mensen die me echt langer volgen, die weten hoe gek ik ben op carpaccio. Ja. Ik kan er niet zonder. Waarschijnlijk als jullie haar vlogs kijken, ze is weer uit eten. Het enige voorgerecht dat ze besteld is carpaccio. Ja, en dan ben ik gewoon een week op vakantie geweest en week geen carpaccio. Dat is oprecht wel wennen hoor. Erg hè? Je bent echt niet goed. Nee, maar als ik ook al lunch ergens of ik haal een broodje af, het is altijd carpaccio. Of ik maak het zelf, dat je het niet maakt niet uit. Op een gegeven moment. Ik moet nooit zwanger worden, want dan kan ik gewoon 9 maanden geen carpaccio. Ja, je gaat het nog zwaar krijgen. Dan ga ik het echt zwaar krijgen. Je opsluiten. Ja. Ontbijt, 5 broodjes. Dan, ook voor vanavond. De vlog gaat ook gelijk doorhebben wanneer ik zeg maar stel dat ik ooit zwanger ben. De vlog gaat het gelijk doorhebben.
Als ze een week geen karpatjes zien, dan... Zeg het nou niet, je koos jezelf. Ja, echt wel. Lucola. Lucola. Oh, een borst. Lekker. Verting. En slagroom. Voorbij de... Ja. Jeetje. Dat is echt wel... Ja, dat is echt wel veel hoor. Maar desnoods eten we morgen. Ja, niet alles is voor nu. Ik bedoel, dit is voor morgen. Dit is voor morgen. Oké, de rest voor nu. Mooie henna tattoo. Ja, echt hè? Oh my god, girl! Heerlijk. Je wil niet weten hoe blij je mij hiermee maakt. Ja? Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Ik ben helemaal weer mezelf. Ik voel me helemaal thuis. Goed. Ik voel me helemaal goed. Moet je me in het huis laten voelen? Dat pak je ook. Liefstuk en lava cake. Oh ja, en roze rozen. Girl, die carpaccio was geweldig. Mooi zo. Je doet het zo goed. Ik hoef gewoon niet meer naar Loetje. Nee. En wat gaan we nu maken? Nu gaan we de spinazie à la crème maken. De boontjes. En de biefstuk. Ik hoop dat het gaat lukken. We gaan proberen, of Francisca gaat proberen, de jus te krijgen die je ook bij... oh, ze heeft brood vergeten. Kut. Dat is wel heel jammer. Om lekker in de jus te dippen. Ja. Dat is wel jammer, maar ja. Ik ga kijken of ik brood heb. Oh my god. Loetje biefstuk. Ja. A la Francisca! Yes. Oh my god. En ook nog wat spinazie en boontjes en aardappelpuree. Zit er in de magnetron. Dan wachten we nog even op en dan gaan we lekker choppen. Een hele goede middag alweer. Het is vandaag vrijdag en het is 12 januari. En we zijn alweer een hele dag terug vanuit Dubai. Maar volgens mij is de vlog mega kort geworden. Dus ik ga vandaag gewoon nog even een dagje voor je vloggen. Vanmiddag heb ik eigenlijk de hele middag, of nou ja, zeg maar de hele dag heb ik even lopen editen. Want echt, de vlogs moesten echt even online komen. Ik liep heel erg achter. Dus ik heb 3 vlogs geëdit. Francisca heeft ook gezellig geslapen, maar we gaan nu eventjes richting Breda. Want Francisca wil een nieuwe Apple Watch kopen. Yeah. Ik denk dat we haar hebben geïnfluenced. En daarna wil ze ook gelijk een bandje ophalen bij Ramon. Een Apple Watch store. Ja. Gaan we daarna naar Ramons kantoor bandjes halen. Superleuk. Ramon heeft dus een Apple Watch bandjes webshop voor de mensen die het nog niet wisten. Tenwatch.nl, waaronder dit leuke bandje. En hij heeft echt zoveel meer. Ik heb altijd echt stress als ik een leuk moet kiezen. En daarna gaan we even in Etten-Leur naar het centrum. Willen we even iets leuks halen voor Luna. Want Luna is morgen jarig. Yeah. We hebben echt al iets heel erg leuks. Ja, ga naar huisje. Maar ik denk dat het dan wel online staat. We gaan in ieder geval ergens met haar naartoe. Maar ik ben bang dat als het online zit dat de verrassing nog niet is geweest. Dus ik vertel hem niet te veel. Maar we willen haar nog even iets erbij geven. Ja, niet precies daarheen. Dat laten we gewoon een verrassing, toch? Ja. De datums gaat ze alleen horen, maar niet waarheen. Ja. We gaan zeg maar ergens naartoe, maar waar? Dat is nog een verrassing. Girl, wat heb je? Ik heb een Apple Watch. Oh my god, girl. Ik twijfel om een AirTag te kopen. Nou, waarom niet? Ik ben toch al bezig. Ik ben toch al bezig. Ja. Ik ga toch al mis. We zijn even bij Ramon op kantoor. Want ze heeft wel een Apple Watch, maar wat ontbreekt er nog? Verschillende bandjes. Bandjes van? 10 watches! Oké, unboxing. Oeh, oké, dit bandje zit erbij. Ook wel mooi. Ja, het is mooi. Die heb ik er ook bij gehad, volgens mij. Ja? Ja. Welke heb je genomen? De Starlight? De SE Starlight 40 mm. Heel leuk. Jongens. Ze hebben daar betuigen voor. Alleen voor dit dingetje, hè? Ja. Echt bizar. Echt bizar. Klein. Ja, en ik heb een AirTag gekocht. Oh ja, ook nog, ja. Super nice. Voor je koffer of zo? Ja, voor mijn koffer of mijn spullen. En je had ook nog een bandje erbij? Ik gewoon eentje hebben. Ik dacht, nou ja, als ik op deze plek. Nou, we zijn in de HEMA. Wat heb je daar voor leuks? Cadeautjes voor Luna. We gaan een cadeautje halen voor Luna. En deze voor mijzelf. Heel schattig. Dit is wat je wil. Francisca, kan je hier misschien komen wonen? Want hier kunnen wij wel aan wennen. Ramon, kunnen wij hier wel aan wennen? Of kunnen wij hier wel aan wennen? Ja, dat kan. Oh, deze meid. Het ziet er echt super lekker uit. Love it. Ik ben zo gek op spinazie. Iets meer lekker. Pasta pesto à la Francisca. Ja. Yeah. Heerly. We zijn in de stad. We zijn mijn werkbeloofd. Ik ben hier nooit geweest. Maar laatst is hier met mijn ouders in Breda. En toen we een leuk date opzoeken. Toen gingen we hier naar binnen. Maar ik moest reserveren. Dus het was echt lekker. Maar nu hebben we gereserveerd. Gezellig met Francisca. En met Lotte. Gezellig. Lekker te wijnen. En we gaan lekker eventjes wat hapjes bestellen. En vanavond is het op stap. Dus Lotte nog even overhalen. Maar dat komt goed. Ze knikt mee.
Was leuk op stap, liefje. Ik heb helemaal niks gefilmd op stap. Wat vind je daarvan? Wat moet ik zeggen? Ik loop Hartwel weer. Hartwel, welke is de Hartwel? Middelste? Die klas. Dat is Hartwel. Oh, maar hij heeft gewoon security om zich heen? Hij is gevaarlijk hoor. Maar hij gaat gewoon op stap met security. Dat doen wij natuurlijk ook allemaal. Ja, wat bizar. Oké. Drie maal security. Jongens, het is alweer de volgende dag. Het is 3:15. Wij gisteren pas om 6:30 ochtends gaan slapen. Ja. Hoe laat waren we thuis? 4:15. Ja. Dat is niet normaal. Echt niet normaal. Maar het was echt super gezellig. Echt een hele leuke avond gehad. Maar de vlog is niet afgesloten. Dus dat ga ik bij deze even doen. We gaan nu richting Leeuwarden. Dus vanaf morgen zien jullie een vlog vanuit Leeuwarden. Vond je deze vlog leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. En ook dat ik jullie morgen zie bij de volgende vlog. Doei doei! Como si mañana se acabara, se acabara, se acabara, se acabara.